Wij hebben natuurlijk altijd het gevoel gehad de laatste jaren dat wij eigenaar waren van een bedrijf. En dat waren we ook. We waren namelijk allemaal een stukje eigenaar, namelijk aandeelhouder van een bedrijf. Via je pensioen of je hypotheek of via echt een aandeel. En dan kun je dus aandeelhouder, dus eigenaar van een bedrijf. En dat is natuurlijk een veel leuker gevoel dan het gevoel dat je een werknemer van een bedrijf bent. En dat is wel de realiteit waar iedereen nu op teruggeworpen wordt. Kijk, en het is niet gezegd dat die twee of die drie kinderen, dat dat altijd losers zijn geworden. Helemaal niet. Het zijn gewoon leuke mensen. Net als wij, normale mensen. En het is ook niet gezegd dat die ene op die drie, dat dat altijd hele toffe gasten zijn. Dat zijn slimme mensen, dat wel. Die vooruit kunnen denken. Ons kabinet zit vol met dat soort mensen. Echt, dan worden ze ook uitgeselecteerd volgens mij. Ons kabinet zit vol met dat soort mensen die vooruit kunnen denken. Door dit jaar, 2009, is gewoon een sleuteljaar. Maatschappelijk gezien, financieel gezien. Er moeten hele belangrijke maatregelen worden genomen. De AOW moet omhoog. Sorry voor een aantal van u. Wat moet? Er moeten meer van dat soort belangrijke maatregelen worden genomen. Maar wat doet ons kabinet? Ze hebben het gezegd dit jaar. Wat doet ons kabinet? Ze schuiven alle moeilijke maatregelen door naar juni 2010. Ja, briljant. Als je dat kunt bedenken, dan neem ik mijn hoed heel erg dik vooraf. En ik zie jullie kijken, je hebt geen hoed op. Nou, zo goed vind ik het dus. Maar ook die tijd ook. Alles doorschuiven naar juni 2010. Briljant. Wat is er in juni 2010? Voetballen! Ja toch! Hey! Voetballen! Er is echt helemaal niemand met maatregelen bezig. Er is voetballen! Ja toch! We worden wereldkampioen! Weet je nog? Net als 4 jaar geleden. Want er is voetballen, ja, er is echt helemaal niemand met maatregelen bezig. Dirkie, bedankt, Dirkie, bedankt. Kuit, hè? Dirkie. Er is voetballen, ja toch? Er is echt helemaal niemand met maatregelen bezig. Ik heb bestuft en ik heb rood, wit, blauw op mijn gezicht. En ik heb mijn voetbal door de midden geknipt en die zet ik op mijn hoofd. La la la. En al die hardwerkende, ontevreden Nederlanderstraten, die moeten weer worden versierd, weet je wel, in Boskoop. Met allemaal oranje slingers, en verf op de ramen. En is de barbecue koud? Is de barbecue koud? Want dan leg ik mijn lul op de barbecue. Nou. En dan in 1 week, let maar op, er wordt gekort op de zorg. Er wordt gekort op het onderwijs. Rekeningrijden wordt meteen ingevoerd. Hypotheekrenteaftrek wordt afgeschaft, allemaal in 1 week. En dan liggen wij er natuurlijk weer uit in de tweede ronde tegen Slowakije. Want ja, er bestaan geen kleine landen meer. En Arjen Robben, die had een beetje last. En dan haal je al je slingers van je huis. En dan staat hij heel groot te koop op je huis. Want ja, dat is wat er in de tussentijd gebeurd is. Ik heb 1 vraag aan jullie ook vanavond. Ik bedoel, ik sta hier natuurlijk de hele tijd vragen van jullie te beantwoorden. Wat ik graag doe. Als jullie baken. Als jullie licht in de duisternis op oudejaarsavond. Ja, ik ben jullie wegwijzer in het morele moeras van deze samenleving. Denk ik. Maar ik heb 1 vraag aan jullie. En die vraag is retorisch, dus je hoeft niet te antwoorden, maar hij is wel prangend. En de vraag is dit. Wie van jullie is er ooit op een feest geweest voor alleen maar invalide mensen? Kijk, ik vraag dit namelijk omdat ik ben op tournee geweest met deze show. En dan ga ik op een gegeven moment terug naar Amsterdam, want daar woon ik. En dan ga ik met mijn auto. En dan ga ik in mijn buurt op zoek naar een parkeerplek. En dat is een expeditie van 1 uur ongeveer. En er zijn wel parkeerplekken vrij, maar die zijn alleen maar voor invalide mensen. Maar die zijn er niet. Die zijn er niet. En soms wordt het later. Laatst was het 3 uur 's nachts. Want dan gaan we bitterballen gooien met z'n allen en oliebollen eten. En vanavond ook, dat voel ik. Jullie zijn een warm en welkom publiek. Nou, maar echt waar. En dan kon het wel eens 3 uur 's nachts worden. En laatst, om 3 uur 's nachts, ben ik nog steeds 1 uur op zoek naar een parkeerplek. En er zijn wel plekken vrij, maar die zijn alleen maar voor invalide mensen. Maar die zijn er niet. Waar zijn die mensen? Dat is wat ik wil weten. Waar, op wat voor feesten zijn die mensen? En tot hoe laat duren die feesten? Maar dat is totaal niet conform de horecawetgeving. Alles moet dicht om 2 uur in Amsterdam. Waar zijn die mensen? En het zijn zulke parkeerplekken ook, hè? Het zijn ruimtes waarvan een gemiddelde Palestijn zou zeggen, nou, dan gaan we hier wel wonen met z'n allen. Ja, toch?
Maar ze rijden in zulke kleine dinkietooi-auto's, want blijkbaar worden die gasten zo Lazarus dat ze die hele ruimte nodig hebben om... Hey, daar sta ik. Om de as. In één keer. En laatst had ik niks te doen de volgende dag. Ik denk, ik ga gewoon wachten. Ik ga gewoon wachten tot hij thuis komt. En als hij dan thuis komt, dan ga ik er naartoe en dan zeg ik, waar was je? Waar was je en kan ik de volgende keer mee? Kun je me op de lijst zetten met je ene arm? Want invalide mensen hebben maar één arm. Ja. Duidelijkheid, daar gaat het om in dit land. En het was 3:30 s'nachts en ik begon met turen naar de overkant. Ik ging turen. En ik weet niet of je wel eens getuurd hebt, maar dat is heftig. Turen. Ja, want je denkt, het is kijken, maar dat is het niet. Het is turen. Turen is een geconcentreerde vorm van kijken. Turen. Een geëvolueerde vorm van kijken. Turen. Het was 3:30 s'nachts en ik begon met turen naar de overkant. En ik viel weg. Ik viel gewoon weg. 5:50. Ik schrik wakker. Is hij nog steeds niet thuis? Ik denk, is hij ook nog met iemand mee naar huis gegaan? Ook zeg vannacht. Wil je mijn stonkje zien? Het is toch eigenlijk niet te geloven, ook die gast.